Ach, Tony yes. Dieleman, hoe is het? Goed. Ja, gaat goed. Goed, weet je? Ja. Het gaat goed met me. Broeder Dieleman, Tony Dieleman. Nou, iedereen kent je natuurlijk allemaal even heel kort. Iedereen kent me. Ja, in Zeeland, nou in Zeeland toch zeker wel en daarbuiten ook. Maar je bent muzikant, je bent schrijver, onderzoeker. Wat ben je allemaal? Muzikant, dat is eigenlijk wat ik doe. Maar ik ben voor die muziek eigenlijk steeds meer... ik dacht van het is leuk om... ik maakte al heel veel over mijn eigen jeugd en opvoeding. En ik was steeds verder in mijn geschiedenis ingedoken namelijk. En, dus daar is heel veel onderzoek bij gekomen. En dat vond ik zo leuk. En ik vond als kind geschiedenis al fantastisch. Op mijn CITO-toets stond één aantekening en dat was houd van geschiedenis. Nou, dat is heel duidelijk. Ja. Hey, de geschiedenis speelt zich af in Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen. Axel. Het beloofde land. Ja. Hey, Axel, het land van Axel. Daar kom ik van, ben ik geboren. En ik ben op een gegeven moment, als kind al had ik dit mooie boek, wat ik overigens uit de bibliotheek haalde. Dit is mijn eigen kaft hoor, dus niet de originele kaft, want die is er afgesleten. En dat boek heet Het spookte in Zeeuws-Vlaanderen van Johan de Vries. En hij heeft in de jaren 60, 62 en 63, op verzoek van de Nederlandse Academie voor Wetenschappen, heeft hij folkloristisch onderzoek gedaan. Hij was al fotograaf, al vanaf zijn 18e. Hij is geboren in 1898, ongeveer. Was fotograaf en trok veel door de streek, scharrelde veel overal, een beetje op onderzoek uit door die fotografie. En toen is hij gevraagd om volksverhalen op te tekenen. En omdat hij directeur was geweest van de post, zowel in Terneuzen als in Hulst, wist hij via die postbestellers, want die brachten toen nog de uitkering aan de mensen toe, oude mensen, ik weet niet hoe dat heette mee. Die kwamen bij die mensen thuis en dan werd er koffie gedronken. En dan, dus die mensen, die postbestellers, wisten precies waar nou die verhalen allemaal te vinden was. Waar. En dat is hij gaan doen. Je hebt in Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk het land van Kazant, dat is West-Zeeuws-Vlaanderen, het land van Axel, dat is het midden, en het land van Hulst. En hij heeft eigenlijk vooral het land van Hulst en het land van Axel, als Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Daar heeft hij vooral heel veel volksverhalen verzameld bij oude mensen thuis. Ja. En dat gaat over spoken en zwevende vrouwen, paarden die je 's nachts in vlammen uitschieten. Nu zijn we in de Zeeuwse Bibliotheek, NZB ja. Noemen we hem ook wel. En ja. Daar ben je een soort artiest in residentie. Je werkt hier deze week of deze periode? Ja, ik heb natuurlijk al heel veel. Ik werk eigenlijk al jaren aan, gewoon thuis op mijn... In mijn tegenwoordig kun ik online ook heel veel zoeken. Dat is natuurlijk heel leuk. En ik heb in eerste instantie... Ja, ik zag gisteren bijvoorbeeld, dat vond ik dan mooi. Je bent ook behoorlijk actief op Twitter en op Facebook ook wel. Ja. En dan zag ik je opeens een complete collectie, dat heeft hier ook alles mee te maken, van het Zeeuws archief, zag ik je delen. Maar, dat heb je dan ook opgeduikeld? Niet helemaal zelf natuurlijk. Ik doe het niet alleen. Er zijn heel veel mensen die meewerken en ik heb staan met heel veel mensen in contact. En dat is ook het leuke ervan. Het is niet iets wat ik in mijn eentje te doen, maar dat spreidt zich zo uit. En als je met dat weet je zelf ook, als jij eens met een verhaal komt, dan komen mensen weer met andere verhalen. Ja. Of ze weten er weer meer van, of ik heb ook een keer zoiets meegemaakt. Dus dat is heel... En wat ik eigenlijk ontdekte, dat die Johan de Vries, een folklorist, dus die schreef, heeft veel boeken geschreven over de geschiedenis van Vlaanderen. Hij zag ook dat in Terneuzen het zo ging veranderen in de jaren 60. Hij dacht van, dat moet ik vastleggen. En daarom is hij dat zelf vastgelegd als fotograaf, maar hij heeft ook de vereniging Oud Terneuzen opgericht. Waarin zich een heleboel eigenlijk amateurhistorici allemaal verzamelden om dingen vast te leggen, dingen op te zoeken. En die bestaan eigenlijk nog steeds natuurlijk. Ja. Maar er was dus heel veel materiaal. Hij had heel veel dia's gemaakt. Hij trok, hij trok langs alle zaaltjes in Zeeuws-Vlaanderen, plattelandsvrouwen en verenigingen van kerken, et cetera. Deed hij dia-voorstellingen over de streek. Dus hij heeft onder andere zo'n 7000 dia's gemaakt en achtergelaten. En die waren eigenlijk een beetje kwijt. Toen heb ik na lang speuren ontdekt dat er in het gemeentearchief van Terneuzen een paar lagen. Maar nu komt het archief, kwam eigenlijk een half jaar geleden. En waar hebben ze gevonden? We hebben een doos gevonden waarop zat Oud Terneuzen. En er zaten 7000 kleuren dia's in. Ergens in een doos in het, in het archief. Ja, en die hebben ze in ieder geval hebben ze nu 1300 van gedigitaliseerd. Oh, allemaal online te zien. En dan zie je hoe Terneuzen is veranderd. Dat is ongelooflijk. Dat is echt... Het is een beetje schrikken zelfs. Maar het zijn wel echt prachtige... Maar wel, het is ook gewoon een mooie ontdekking. En daar verlies je dan vervolgens ook weer een paar dan weken in. Precies, daar kun je de rest van je leven plezier van hebben. En dan merk ik dan ook, als ik dat deel op Facebook of zo, dat
was dat een heel onbeduidend paardje waar ik helemaal niet wist wat het was. Nou, dan gingen mensen meteen los op van ja, dat is het zwarte paardje bij, bij Driewegen. Ja, oftewel het Naaikussen. Ja, ja, dan gingen we er aan het voetbal, et cetera. Dus het is ook een soort van, door het te delen, komt er weer andere verhalen los. Ja. Maar er bleken dus ook nog heel veel, want dan was ik in eerste instantie naar op zoek. Ik dacht van, heeft die mensen geïnterviewd, dacht ik, van die spookverhalen. Ik dacht, dat wil ik horen. Hoe klonk dat dialect toen? Dat is misschien het oudste dialect op band. Nergens te vinden. Uiteindelijk heb ik hier in de bibliotheek twee banden gevonden, waarop in ieder geval drie vertellers uit het land van Axel dat verhaal doen wat in het boek staat. Van het project Ooggetuigen is dat waarschijnlijk? Dat nee, dat is, er is nog van Vonken onder de As. Dat komt van het Meertens Instituut nog vandaan. Oh. Ja. En ze is onder andere de opa van Joost de Putter, maar ook die mevrouw, ik ga ze er even bij pakken hoor. Dat is vrouw De Feiten, weet je. Daar stond een klein zwart-wit fotootje van in dit boek. En dat is nu helemaal prachtig in kleur. En ik zet die op Facebook in een groep over Zaamslag. En een kleindochter zegt meteen van, ja, hé, dat is mijn oma, weet je. En die had die foto nog nooit gezien. Precies. Dus ja, dat is heerlijk, ja. Dat is prachtig, hè? Ja, dat is prachtig. Ja. Dus, maar er is dus ook heel veel geluid. Ja, dus er, ja. Is, er zijn heel veel dia's, er zijn boeken, veel, allemaal te lezen in de bibliotheek. En er is heel veel geluidsmateriaal. Want hij heeft ook al zijn boeken allemaal voorgelezen. En de spookverhalen heeft hij allemaal, die staan hier in het redelijk Nederlands, heeft hij allemaal een dialect voorgelezen. Hoe lang zit je in de, werk je? Ik werk in principe deze week, maak ik de tentoonstelling af. En dan... En die is tot wanneer te zien, die expositie? Tot 5 februari. Oké. Okay. Ja. En er komt nog geluid bij, ik ben echt nog maar bezig. Want het is natuurlijk een beetje gek, en de bibliotheek is in feite die is geopend, maar er zijn voor de rest geen, er zijn wat exposities, maar geen... Nee, dus het is een beetje raar. Je kan er even langs lopen als je wil. Precies, dat kan. Ja. Ik moet ook zeggen, ik voel mezelf ook heel veilig, het is heel rustig hier. Dus het is niet dat je opgepropt staat of wat dan ook. Dus dat kan. Maar het is ook een begin, er komt ook een livestream. Ja, en wat is dat? Want dat is een soort interview, en zoals wij nu doen, maar dan... Ik wilde eigenlijk, mijn idee was eigenlijk van dia-voorstelling doen, zoals hij het ook deed. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk op die manier, ook een beetje zo ouderwets. Zo. Ik dacht, het is ook mooi dat je dan ook hij maakt al dia-voorstellingen, en nu is er dan een dia-voorstelling over zijn leven. Dat leek me dan grappig. Maar de vorm weet ik nog niet helemaal, maar ik ga in ieder geval aan de hand van de verhalen, dan kan ik gewoon, ja, ik zou uren kunnen vullen. Als ja, ik werk het. En dan ga je dus... ook verwerken in muziek, zei je. Ja, ik heb over de beroemdste heks. Ik zal ze even pakken. Was in Vlaanderen, het land van Axel. Dat was Jane Papen. Jane. En dan maak Jane. Maar iemand die Adriana heet, die noem je dan Jane. Hey? En iemand die Maria heet, noem je Mythe. Mijn tante heette Anna, noemen ze Ante. Ah, ja. Dus, en ik maakte dus ook beeldend werk over. En hier heb ik eigenlijk alle vondsten die ik gedaan heb, ik allemaal zo hier over haar leven. Ze heeft echt bestaan, ze heette Jane Papen. Daar heb ik ook al twee liedjes over bijvoorbeeld gemaakt, over haar. En dan probeer ik eigenlijk maar al die verhalen, ja, daar komen liedjes ook uit. En die tekeningen zijn ook van jezelf? Deze print is helemaal van mezelf, ja. Ja. Je bent een creatief mens, hè? Ik ben een creatief mens. Onderzoeker. Het is niet, ja, dat vind ik ook heel leuk, want ik vind het ook heel leuk om het niet te statisch, ook van mezelf. Weet je. Ik ga niet een boek met feiten maken of zo, dat is niet wat ik doe. Maar ik vind het heel leuk om er dan iets... Iets creatiefs mee te doen. Nee, ja. Dat is echt superleuk. Ja, eigenlijk een beetje zoals ook deze heer ook werkte. Die deed ook meer dan alleen maar foto's. Of ja, meer dan zeker, alleen maar, zeker. Ja. Hij deed alleen geen muziek. Dat is het enige wat... Nee, dat is het enige wat hij niet deed. Nee, ja.